Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vorige video hebben jullie gezien dat ik Jorginho mijn ultimate specie wil voltooien, maar ik heb ook nog 7 packs openstaan. Die gaan we eerst erheen knallen. Volgens mij beginnen we gelijk met de beste, met een mega pack. Dan is Mandy op zich wel lekker. Kovacic. Ja, oké, dit is een prima pakket. Nu hebben we alleen maar 2 spelers packages en hopen dat daar wat in zit. Shoppelslui. Muriel. Is te gebruiken, maar is niet heel erg tenderend. Ik zei dat we alleen maar 2 spelerspacks hadden, maar blijkbaar hebben we ook zeldzame Electrum spelerspakketten en gemengd spelerspakketten en zo ertussen staan. Oké, we pakken gewoon Ferrati. Dat is heerlijk. Die ga ik denk ik wel gewoon gelijk mee inleveren. Nou, die ga ik denk ik wel gewoon gelijk inleveren. Dat is het beste. Er zijn 75 plus packs. Prima. Toch 6 ratings boven het lage wat je kan krijgen. Ratings betekent het algemeen. Dat spelers zijn het algemeen. Betekent het cijfer wat je ziet als de kaart opflasht. Dus dat is bij deze kaart 81. En op flesje betekent in beeld komen van de kaarten. Maar ik ga toch even iets proberen. Voor Jorginho. Hier moet dus een andere speler komen. Ik had check aan mijn neus, dus kwam allemaal tegen een microfoon. Dat is wat je hoorde. Thank you.
best stil, inderdaad, dat klopt. Maar ik ben ook echt vol aan het kijken hoe ik deze SPC het beste kan doen. Ja. Ja. Lijkt me best als we voor deze eerst gaan. Lekker simpel. Lekker simpel de lage, wat lagere spelers er tussenuit pakken. Showboss lie. Ja. Je wordt wel wat ingewikkelder dan dat ik had gedacht. Maar ja, het gaat ooit nog wel een keer lukken, denk ik. En zo niet, ja, dan niet. Maar we hebben nog 3 dagen voor deze kaart. Dus ik, ja, bedankt voor het kijken. Terwijl ik mogelijk op mijn spelen kan. Dus als je gewoon niet bent, zal het altijd abonneer.